Nou zitten ze daar niet mee, tenminste Rijka dan. De andere legt lang uit. Die is lui. Hé? Elwing is lui, hè? Elwing, ben je lui? Ja, Elwing is lui. Ja, Elwing is lui. Nou, ik heb een koffie op. Want ik zit hier aan het salontafeltje. Ik ga een spruitje schoonmaken. Ja. Was ik de hele tijd nog niet aan toegekomen, ik zou het iedere keer. En het is allemaal nog goed. En dat heet wanneer je gewoon goede spruiten koopt. Zonder vergif erop erin. Ja. Dus dat is gewoon goed. Nou zitten ze daar niet mee hoor, tenminste Rijka dan. De andere legt lang uit. Die is lui. Hé? Elwing is lui, hè? Elwing, ben je lui? Ja, Elwing is lui. Ja, Elwing is lui. Nou, ik heb een koffie op. De andere kopje is onder de keuken. Hier hebben jullie een paar voeten. Daar is mijn computer en we leven vandaag op dinsdag de 6e van de 2e 2024 en we leven alweer reeds om 14:24. Nou ja, die voeten, ja, jullie weten het al, die zijn van Erwin. Ja, ja. Hoe moet je dat nou zien zitten? Erwin, pikkieken. Scooby-Doo. Moet je haren weer knippen, hè? Ja, moet je haartjes weer knippen. Dus ja, dat dus. En ja, we gaan gewoon vrolijk verder aan deze kant. Erwin die heeft even de groene container aangeduwd of aangebroken, want de takken die kon ik niet breken. Dus dan kan ik sowieso weer, hoe heet het, die takjes die naast de poort hangen. Ja. Ik zal eens even inzoomen. Ja, die takjes daar dus, die nou versierd zijn, die kan ik dan, als het een beetje lukken wil, vandaag nog weghalen en ontdoen van zijn versiering. En dan kan die de container in. Want zover ik weet wordt vrijdag de container geleegd, de groene. Ja. Yeah. Dus, dan merken we het dan wel weer. Hoe en wat. Even weer uitzoomen. Het gaat er toch tergend langzaam. Ja. Nou, zo dus. Dus ja, dat gaan we gewoon proberen. Hè, jonge dame? Kwam jij niet uit Suriname? Nee, hè? Waar kwam jij dan wel vandaan? Uit Roemenië, ja. Hé? Jij kwam uit Roemenië, hè? Ja. En die grote, lieve schat, die kwam gewoon naar Den Haag. Hé? Ja, en evengoed nog een rugzak. En dat voor Den Haag. Ja, dat heb je, hè, wanneer er mensen zijn die komen. Ja, zeg er maar wat van, hoor. Ja, zo koop doen, schat. Ja. Hé? Geef diegene maar een grote mond, hoor. Mag van mij. Die gaat gelijk naar Erwin toe. Dus, maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden. Erwin die is net de deur weer uit. En het is buiten 10 graden. En de gevoelstemperatuur is 6 graden. En het is zo bewolkt. Het is grijs, grauw. Ja, niet lekker. Ik ga zo de meisjes even uitlaten. En dan ga ik toch proberen die tak naar binnen te halen om die versiering eruit te halen. Dan kan die takken nog in de groene container. Dan is dat ook opgeruimd, weet je? Ja. En dan kijk ik hoe laat het is. En dan ga ik denk ik nog even naar de FOMAR toe. Kwart voor drie, zegt dia 42.
Het is 1442. En dan ga ik nog even naar de FOMA toe, zoals ik al zei. En dan, want de meisjes die hebben geen koekjes meer. Hé? Nee. Maar ik vind het toch nog wel koud hoor. Vooral als je bij die deur staat en die... Boah, ja. Het is even goed nog wel warm aankleden. Sjaaltje om. En dan gaan we zo meteen met die bananen, zou ik zo zeggen. Dus ja, lieve vrienden. Hey jongens. Kikker in mijn keel. Ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. En geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben net op tijd thuisgekomen met de meisjes. Ik ben al wel weer eventjes thuis, want ik heb koffie voor me staan ook. Dus. En ik moet nog een telefoontje plegen. Ik heb wel al berichten op mijn mobiel moeten beantwoorden. Dan moet ik mijn telefoontje nog nagaan. Maar ik was net weer op tijd binnen en toen begon het dus te plensen. Ja, en dat, ik heb er twee opgezocht, allebei, waar ze op de televisie mee werken. Dat is die. En dan waar ik een beetje voor betaal, voor geen reclame te hebben, dat is gewoon deze. Dus ja, ik ga niet buiten staan te werken om dat daarop moeilijk te doen om de touw los te peuteren. Nee, dat ga ik nou echt niet doen. Moet het wel even weer droog wezen. Nou ja, misschien dat het tussendoor, ik weet het even niet, ik heb niet op de tijd gelet. Even koekeloeren of de tijd er eigenlijk bij staat. Nou ja, 18:50 tot daar en toe, weet ik veel. Daar blijft het in ieder geval regenen. Ja, dus dat is niet zo leuk, nee. Maar ja, het doet er allemaal niet toe. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ga ook lekker nou niet... het heeft geen prioriteit om nog een boodschappen te gaan doen. Dat is, ik heb nog van alles en nog wat, behalve de meisjes hebben geen koekjes, maar ik heb wel snoepjes, dus ja. Zolang die bus nog niet leeg is, heb ik nog. Ja, toch? En anders heb ik in de kast nog hoefjes. Ja. Dan doe ik die wel. Dus, maar in ieder geval, ze leggen dan lekker allebei heerlijk op de bank. Gewoon genieten. En ik hoorde ook miauw, 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 miauw daar achter die deur vandaan. En die wil naar buiten, maar die komt niet naar buiten. Nee. Wat ben je dan? Koek, koek. Ik hoor je. Daar kom je. Ja. Hallo man. Hallo kereltje. Hallo schat. Kereltje. Ja. Ben je lief. Hé, ga je doen dan. Je komt niet naar buiten, schat. Nee, gaan we nou niet. Ja. 1, 2. Ja. Nee, het regent. We gaan nou niet naar buiten, schatje. Hé? Krijg je zo'n snoepie? Hé, moet je snoepie? Oeh, lekker hè. Nog even. Staat de koppie verkeerd op je rompie? Ja. Hé? Oh, goedje. Lekker ding, hè? Ja, je bent lief. Ja, Mariel. Ja, dat is mijn hoopje-doopje. Ja, echt waar, lieve vrienden. Ik ben gek met, alle drie mijn beestjes. Ja, degene die aan mijn beestjes komen, die komen naar mij. En anders hebben ze die stok onder hun neus hangen. Ja. Ja, gegarandeerd. Ze moeten niet aan mijn diertjes of aan mezelf komen of aan mijn dierbaren in het algemeen, want dan hebben ze zo gewoon die stok en dan hoef ik maar één keer door te duwen. Ja, dan weet je de rest wel. Ik mag het niet zeggen, maar toch wel. Ja, ik zeg het op een andere manier. Ja toch? Ja.
Ja, wat ik ga doen. Ja, ik moet wel een vlog in elkaar zetten vandaag. Maar ik doe het lekker rustig aan vandaag. Sowieso ga ik zo eerst even bellen. Kijken wie dat is geweest. Ik heb het vermoeden van Mary, maar dat merken we wel. Ja, het kan ook Kari geweest zijn. Wie weet. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet gewoon. Ik weet niet of het bij jullie ook al regent, of dat het hard waait, of dat het stormt. De hele weg ging het trouwens goed. Helemaal rondom. En ik kom bij de kerk weer de hoek om. En toen bleef ik met ons drietjes staan, stokstijf. Ik kon even geen stap verrichten en zelfs de honden die bleven staan. Maar dan denk je, de honden ook? Ja, gewoon. We werden gewoon even door een muur van wind tegengehouden. Nou, dan heb ik op dat stukje nog nooit gehad. Dat was het eerst dat ik tegen een muur van storm aankwam. En dat storm, die storm, dat stukje, kwam dus als het ware uit het centrum vandaan. Dus ja, oh. Ik kon echt niks hoor. En de meiden ook, die bleven gewoon, wat is dit? Ja, en dan moest ik ook nog over die wind heen schreeuwen van, voorkomen. Want ze lopen altijd links. En als ik dan rechtsaf ga, dan moeten ze hup om mijn rollator heen aan de rechterkant komen. En dat ik ze korter kan houden, want ze mogen niet tegen de huizen en boven. En ja, dat mag gewoon niet. Ja, en dan steek ik de brug over. Nou, ze mogen ook van mij niet tegen de leuning van de brug gaan plassen. Want zomers ook staan kindertjes daar wel eens te kijken. Nou, dat vind ik gewoon vies, onhygiënisch. Ik hou daar niet van. Dus mijn honden mogen dat niet doen. Ik wil het ook van andermans hond niet hebben bij mij voor de deur. Wordt ook wel gedaan hoor. En op ruime ho maar. En wie het is, ik weet het niet. Ik mag vleien dat ze vandaag of morgen op mijn camerabeelden van de deurbel staan. Want geheid, ik pak ze. Op een nette manier hè. Ik zal ze niks doen, maar ik zal er wel wat van gaan zeggen. Hey, kan je dat niet opruimen? Mijn honden, mijn honden mogen ook niet bij een ander voor de deur poepen en piezen. Ook niet tegen de gevels aanpiezen, want de urine die trekt daarin. En wat krijg je? Je krijgt een verrottingsproces in die muren. Wat krijg je dan? Dan gaan die stenen afbrokkelen. Nou ja, dan gaat je muur kapot. Ja, zo simpel. En stankoverlast. En die stank komt ook in je huis. Ja. Dus dat wil je niet hebben. Dus daarom loop ik met de honden bij haar woningen. Met de meiden links. Zodat ze bij lantaarnpaals en bomen kunnen piezen en poepen. Dat is toegestaan. Dat mag. Ja. En niet tegen een huis aan. Net zoals die vent die hier aan het werk was. Wie had het in zijn hoofd om sowieso in een woonwijk bij een boom te gaan piezen. Als je in een woonwijk aan het werk bent, bel dan op zijn minst even ergens af. Goh, mevrouw of meneer, zou ik even gebruik mogen maken van uw toilet? Want ik ben hier aan het werk en ik heb niet een toilet bij de hand. Dan is het iemand die, als het al niet mag, dan is diegene ook nog nooit zo ver geweest dat die een hoognodige boodschap moest doen. Dan zijn die ook niet goed wies. Maar als dat bij wijze van spreken bij mij gemogen, weet je. Dus, maar ja, nou niet meer. Ik moet die vent ook niet weer ergens in staan te pietsen. Want dan zeg ik er helemaal wat van. Dan zeg ik van, hallo, ik zeg, kan je niet even ergens aanbellen of wat dan ook? Gebruik je verstand, man. Je gaat niet ergens dat te miegen. Ja, je hond doet het toch ook. Wil jij je vergelijken met een hond? Ga dan nog op vier poten lopen. Ja. Zo simpel. Je bent een mens en geen dier. Zo is dat. En een dier is nog wijzer dan dat hij is. Echt. Want mijn dieren, mijn hondjes, mijn meisjes, die zullen het niet op een stoep doen. Die zullen het niet op straat doen. Die zullen het niet in de goot doen. Nee, mogen ze niet. Zo heb ik getraind. Op het gras. Dat is jullie plek. In de berm. Dat mogen jullie doen. Maar nergens anders, nee. Ja, en bij bomen.
En dan tarenpaas willen ze nog eens een plasje doen. Maar dat is enkel maar een plasje. Maar bij bomen is het poepen en ook plassen. En wat is ook tot verveling aan willen doen? Snuffelen. En als ik er niks van zeg, dan sta je er met 10 minuten er nog. Zeg je er dan nog niks van, dan sta je er met een half uur ook nog. Nou, dat hoeft voor mij ook weer niet. Nee. Maar in ieder geval, lang weer zitten te kletsen. Ik ga weer even wat anders doen en dat is bellen. En ik wens jullie een hele fijne verdere middag toe. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is toch knudder weer. Want ik zit hier aan het salontafeltje. Ik ga spruitjes schoonmaken. Ja. Was ik de hele tijd nog niet aan toegekomen. Ik zou het iedere keer. En het is allemaal nog goed. En dat heet wanneer je gewoon goede spruiten koopt. Zonder vergif te roepen erin. Ja. Anders, dat is gewoon goed. En het is reeds, ja, die klok is 5 uur. Ja, 5 uur. Het is 5 uur. Dus ja, ik ga lekker spruitjes klaarmaken. Even nog eens gluufje erin. Ze zijn trouwens niet echt groot, merk ik nou. Het zijn kleine spruitjes. Ja. Maar ja, ik vind het ook vrij donker. Dus dat is ook al niet zo fijn. Maar dan weten jullie dus even dat ik dat klaar ga maken. En dan komt een lekker uitje er doorheen gebakken. Met spekjes. Ik zal het maar even uitjes in het Nederlands zeggen. Ik zeg altijd siepeltjes. Ja. Jeetje mine, je ziet amper wat je doet. Zo donker wordt het. En dan met die kippen ogen van mij. Nou, gaat goed. Maar in ieder geval, ja, we houden gewoon van goede moed, hè dames. Ja, die ligt er zo lekker te slapen. Oei, 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 oei. Hè? Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie namiddag. En zijn de vrouwen al bezig, of ook mannen heb je die dat doen, eten bezig met het eten. Ja, laat het jullie straks allemaal lekker smaken. En daarna mag het jullie allemaal wel bekomen. Ik zou zeggen, geniet ervan en tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben een beetje laat. Een beetje een heleboel laat. Ja, maar ik heb wel mijn werk af. Ja, dat liep allemaal een beetje uit, want er waren er een aantal die waren met mij in gesprek op Facebook. Dus ja, dan zit je sowieso langer dan dat je eigenlijk wil. Maar ja, niks aan te doen. Nee, het is nou helemaal 2:59. Ja, dat we gaan naar hardlopen en naar bed. Gelukkig zijn de meisjes al uit geweest. Ook dat nog. Hebben we er allemaal tussendoor gedaan, hè? Ja. En dat terwijl het niet meer regende. Dus ja. Het was droog, dus we zijn er gelijk er doorheen gegaan. Ik zoek mijn lutje van mijn handdoek. Daar was die al. Dus we gaan lekker zometeen slapen. Even kruikje klaarmaken voor mijn voeten. En dan hardlopen er naar bed. Hé, Rijka? Ja. Dus we wensen jullie allemaal welterusten. Kom eens hier. Kom eens bij vrouwtje. Kom eens bij vrouwtje. Gaan we het samen even doen. Hé, ja. Zeg maar hallo. Hallo. Dag, dag. Oei, je bent lief, hè. Oei, je bent lief. Oei, ja. Oei. Dus, we gaan lekker naar bed. Zeg maar welterusten allemaal. Slaap lekker allemaal. En gezond weer op allemaal. Hé? En wie houdt er over ons allemaal de wacht? Ons lieve God, hè. God onze Vader, hè. Ja. Dus ja, daarom zeggen wij gewoon, God die houdt de wacht. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot later. Doei, doei. Kijk nog even. Ah, mooi meisje.